In 2014 zijn we in gesprek geraakt met Meccano over het ziekenhuis wat zij aan het bouwen zijn, het Zaans Medisch Centrum. We hebben met hun gesproken over het ontwikkelen van een healing environment en zijn gaan nadenken over oplossingen zodat het ziekenhuis een meer menselijke omgeving zou worden. Het Zaans Medisch Centrum is een algemeen ziekenhuis, een regionaal ziekenhuis, vanuit de Zaanse bevolking gesticht. En de bedoeling is dat ook dit nieuwe ziekenhuis een goede verbinding heeft met de Zaanse bevolking. Ja, ergens in het ontwerpproces van het ziekenhuis waar we al ontzettend hard aan het nadenken waren over die healing environment, over de positieve afleiding, kwam ik ergens de levensgrote vis van Sjoerd van Silo tegen. Toen dacht ik, ja, dat is echt iets wat zo ontzettend past bij de filosofie van dit ziekenhuis. Dat ik Silo heb gevraagd van, willen jullie meehelpen nadenken hoe we het Zaanse op een hele mooie poëtische manier in het ziekenhuis konden verweven. Uitgangspunt voor de illustraties die we gemaakt hebben voor het Zaans Medisch Centrum zijn de Zaanstreek. We hebben de Zaanstreek eigenlijk opnieuw opgebouwd in een menselijk lichaam. Wat we hebben gedaan is een heel interessante toepassing ontwikkeld door handgetekende objecten in een computermodel te verwerken en dat weer vervolgens te gaan animeren. We hebben eigenlijk vanuit een bewegend systeem weer stilstaande beelden weten te creëren. De reden om dat op die manier te doen is dat je eigenlijk een hele natuurlijke beweging kunt simuleren in een stilstaande beeld. Dus één vis worden er 100 en dat wordt een zwerm en die zwemmen over glaswanden, over muren. Het gevoel als ik hier doorheen ga, is het gevoel van trots. Dit hebben we met elkaar vanuit een bepaalde betrokkenheid neergezet. En ik voel de verbinding met de Zaanstreek. En dat is waar we het uiteindelijk voor doen.